Goedenavond. Vandaag kwam op Twitter een berichtje langs van Joke van der Meulen. En dat luidde: opname stopt bij Leger des Heils en andere opvangorganisaties. Ben ik de enige die soms het gevoel heeft te dweilen met de kraan open? Nou, daar reageerde ik natuurlijk op en als volgt. Maar ja, zowel het aanjaag als het schakelteam zijn aan de verkeerde kant begonnen. Als je met de dakpannen begint, wordt het niks met het huis. Vervolgens vroeg August Nieland mij, kun je dat toelichten? Nou, vandaar deze vlog. Zoals jullie weten ben ik eigenlijk al vanaf het rapport Hoekstra en bij de aanstelling van het aanjaagteam nauw betrokken geweest bij het dossier wat eerst verwarde personen heette en later personen met verward gedrag. En ik heb de laatste jaren nogal wat projecten gedaan in het sociaal domein. Apeldoorn, Helmond, Amsterdam. Veel contacten ook bij het Leger des Heils, enzovoort, enzovoort. En waar ik aan moest denken was, hoe leg ik dit nou uit? Ik heb het geluk gehad dat ik twee keer een vak heb mogen leren. Ik ben eerst, na de HAVO, ben ik een opleiding voor meubelmaker gaan doen. En daarna heb ik mij bekwaamd in het vak van verkopen en marketing. En het interessante van dat meubelmaker worden zijn, is dat je begint bij een klant die iets wil, een kastenwand of whatever. En die moet natuurlijk helemaal uitgevraagd worden wat hij precies wil. Welk materiaal, waar het moet komen, kleur, enzovoort, enzovoort. En vervolgens ga je dan de boel uittekenen. En dan moet er natuurlijk een goedkeuring komen van de klant. Maar vervolgens, tijdens het tekenen, kom je ook de technische en constructieve ingewikkeldheden tegen. En die los je dan op die tekentafel, samen met collega's, los je dat op. Vervolgens ga je materiaal uitkiezen en zo begin je met het fundament en je eindigt zeg maar bij de afwerking. Hetzelfde is eigenlijk bij verkopen aan de hand. En zeker bij marketing, daar staat natuurlijk de klant centraal. Althans de behoefte. Ik heb twee keer een maand lang bij verschillende bedrijven een training gevolgd. Dus, en dat ging eigenlijk alleen maar over hoe kun je een goede behoefte bepalen en hoe kun je de productkenmerken doorvertalen naar behoeftes van de klant en vice versa. Als ik nou kijk hoe dat gegaan is met het aanjaagteam en ook met het schakelteam, dan zijn die eerste fase van behoeftebepaling en zeg maar de tekentafelanalyse zijn eigenlijk gewoon overgeslagen. Er was min of meer paniek. Mevrouw Borst was vermoord, er waren een aantal incidenten en het ging heel veel over veiligheid en de politie en E33. En het is vooral een hele bestuurlijke exercitie geworden. En tegelijkertijd liep ik natuurlijk soms samen bijvoorbeeld met mijn collega Marcello van der Anker in Helmond rond. En wij verbaasden ons al over dat toentertijd al die maatschappelijke opvang, maar ook beschermd wonen, helemaal vol zat. En we hebben toen die gemeente al gewaarschuwd van ja, als je niks aan herstel gaat doen van die mensen, dan krijg je geen uitstroom en dan kan je er flats bij blijven bouwen en dan dijt die opvang en die RIBW, beschermd wonen, capaciteit, die dijt alleen maar uit. Vervolgens heb ik natuurlijk ook een parallel proces doorlopen samen met jongens als Jeroen Terpstra, psychiater, Bouke Koekoek, onderzoeker, nog een aantal andere mensen. En daardoor kwam ik er steeds meer achter dat wat ik met name in peer support groepen, herstelwerkgroepen en dergelijke tegenkwam, namelijk dat de meeste mensen die daar deel aan namen niet zozeer worstelden met psychiatrische ziekte, maar meer met zware levensproblematiek. Het feit dat ze het leven niet aan kunnen en konden en ook geen idee hadden hoe hun leven weer op de rails te krijgen.
dat dat samenhangt met het feit dat dus onze schatting is 80% van de GGZ-populatie behandeld wordt in een setting van het biomedisch model, wat totaal niet aansluit bij de behoeften van die mensen, want die hebben niet zozeer behoefte aan symptoomreductie en dat soort dingen, maar die hebben veel meer behoefte, dus weliswaar vaak een latente behoefte, om hun leven weer op de rit te krijgen. Als je dan kijkt naar de maatschappelijke opvang, dan heb je nog veel sterker, denk ik toch wel tot 90% van de aandachtsgroep die te maken heeft met zware levensproblematiek, vaak ook met verslaving. Je ziet daar een vrij hoge concentratie van persoonlijkheidsproblematiek. En juist die mensen hebben heel veel aan lotgenotencontact, bondgenootschap, peer support, zelfhulpgroepen, om zodoende handvatten en tips te krijgen en rolmodellen aangeboden te krijgen van mensen die al verder zijn, om nou uit die shit te raken. Die shit die bestaat uit destructief gedrag, agressief gedrag, constant maar schulden maken, verkeerde relaties aangaan, mannen die kinderen hebben, allerlei vrouwen die kinderen hebben van allerlei mannen. En het is echt het voorbeeld van de wet van behoud van ellende. Je ziet ontzettend veel draaideurcliënten. Je ziet ontzettend veel terugval. En ja, dus mijn idee is, als we nou gewoon bij het begin beginnen. Als je een huis bouwt, moet je eerst gaan graven. Eerst bepalen waar je wil wonen, welke plek. Ga je graven, ga je funderen en dan ga je zo langzamerhand ga je de boel opbouwen totdat je aan het dak bent en uiteindelijk die dakpannen erop kan leggen. En dus mijn idee is, laten we nou stevig gaan investeren in wat Jeroen Terpstra zo mooi in het Engels holding noemt. Mensen die met dit soort problematiek te maken hebben, zijn vaak mensen met uit dysfunctionele milieus met min of meer zware hechtingsproblematiek, veel wantrouwen, niet geleerd hoe relaties in stand te houden, geen grenzen, enzovoort, enzovoort. Dus die mensen hebben gewoon holding nodig. En dat hoeft niet alleen vanuit peer support te zijn. Dat kan wat mij betreft ook goed aangevuld worden door een juiste manier van een soort psychotherapie of hulpverleners die dat stukje traumaverwerking en dergelijke kunnen doen, kunnen aanpakken. Maar laten we nou gewoon beginnen bij het begin. Waar is het misgegaan in je leven? Vaak zie je dat mensen al jong in hun leven problemen hadden, die zijn gaan stapelen en die zich op een gegeven moment gaan manifesteren als een soort gekte, wat eigenlijk helemaal geen gekte is. Het is wel gek gedrag, maar het is geen gekte. Dus ja, August Nieland, dit is mijn idee erover. Laten we heel nuchter aansluiten bij de behoeften van die aandachtsgroep in die maatschappelijke opvang. En dat is liefde, dat is geduld, dat is warmte, dat is ook begrenzing. Ziek gedrag moet je nooit belonen, waar nodig couperen. Stevig zijn. Mensen moeten soms weer heropgevoed worden in een herkansingsgezin, enzovoort, enzovoort. Hoe dat er allemaal precies uit gaat zien, dat moeten we nog verder uitwerken. Maar laten we stoppen met het idee dat als we maar meer GGZ-zorg erin pompen en nog meer mensen hoger op gaan leiden, die dan hulpverlening gaan toepassen, dat de boel gaat, zeg maar die kraan waar Joke het over heeft, dat die de kraan dicht gaat draaien, dat is een illusie. We zullen het echt vanuit die menselijke mogelijkheden die in ieder mens zitten, empowerment, dat is de sleutel. Dank je wel.